met allereerst een welkom aan alle gasten die u net al genoemd heeft, gehoord heeft noemen. En in het bijzonder de sprekers, zou ik zeggen. Want zij zijn vanmiddag het middelpunt, inspireren ons in dit bijzondere treffen. Intussen een traditie, compliment ook aan al diegenen die dat organiseren op deze bijzondere plek. Of het nou een Franse tuin is of een kerk. Het gaat om wat we met elkaar vanmiddag opnieuw gaan beleven. Een aantal jaar geleden heeft Anton Zijderveld gesproken op deze Ravelijnlezing. En ik herinner heel goed dat hij toen zei, je bent gezegend in een deltacultuur. Want dat is een cultuur die open is, die gewend is aan beweging en getij en dus ingesteld is op veranderen. En of je dat nou wilt of niet, dat zullen we moeten doen. En dat zullen we voor een deel ook moeten leren. Vandaag, ik hoop velen onder u, hebben we zo'n moment om verandering gestalte te geven in Europa. Er zijn verkiezingen. Velen zeggen dat dat bepaald niet de enige manier is om een democratische legitimatie te organiseren. Ik ben dat wel met hen eens. Maar het is niet onbelangrijk om zo af en toe dat zo te organiseren dat we een signaal kunnen geven. Wat wordt de koers? Wat wordt de richting? En Europa is ons voorgegaan in een agenda waarbij innovatie wordt verbonden. En dat is interessant met de grote maatschappelijke opgave die we te dienen hebben. En bovendien heeft Europa laten zien, en we maken het elke dag mee, als je met ondernemers spreekt, dat het geven van maatschappelijke betekenis in wat je doet en wat je mag doen in je bedrijf en met je bedrijf, dat het eigenlijk een gouden combinatie is. Dat geeft zin en betekenis aan het werk. Dat is de driving force van veel ondernemers, maar ook veel van medewerkers. Zoals Bob Hutter gisteravond op een mooi symposium over het nieuwste Brabant zei, de samenwerkers. Als er iets uit het leven van deze heren hier achter mij duidelijk is geworden, en Herman en Hans, je ziet, we leggen de lat hoog vandaag, dan is het dat het iets van hoop in zich draagt. En hoop is een categorie die, nu ik toch in een kerk sta, in een preek niet zal misstaan. Hoop is uiteindelijk wat ons in beweging houdt, omdat het in essentie is het vermogen te onderkennen dat iets anders kan. Dat het niet altijd hetzelfde hoeft te blijven. En dat het waarschijnlijk ook zo is dat het beter kan. Nou, in deze prachtige delta, met geweldige kansen, die overigens dicht bij de tradities van het gebied ook blijven, ligt een geweldige kans om de circulaire economie, de biobased economy, zoals we dat met grote woorden aanduiden, tot ontwikkeling te brengen. Ik voel het als commissaris samen met de collega in het college en onze staten, maar ook met de collega van naburige provincies, met onze steden, met onze Vlaamse vrienden, met al degenen die in het bedrijfsleven daar verantwoordelijk zijn, als een grote opdracht om dat denken verder te brengen. Maar het is niet alleen denken, het is ook doen. En daarom denken we in deze regio, deze delta, veel na. En komen we af en toe bij elkaar. Op 7 november bijvoorbeeld weer, als we gaan nadenken over hoe we het achterland van deze regio ontsluiten. Om te laten zien wat hier gebeurt ook verbonden is met de rest van Europa. Dames en heren, het is met grote trots dat Brabant deel is aan wat ooit door een aantal zieners hier in Bergen op Zoom, nu zo mooi uitgegroeid tot een groot event, begonnen is om daaraan deel te mogen nemen. Want zo liggen de verhoudingen. De ondernemers in deze regio, geconfronteerd met al die economische verandering, Philip Morris hoef ik vandaag niet eens te noemen, maar die hebben gevoeld dat er een strategie nodig is die weer dichtbij waar dit gebied ooit zelf sterk in was. Niet een geleende economie met bedrijven van ver van de wereld die hier even komen economie doen, maar een strategie die wortelt in dit gebied, die past bij wat hier de opdracht is. En die past bij wat de opdracht van ons in de wereld is. In Europa, in deze regio, in Brabant. Het is een geweldig genoegen om straks naar twee sprekers te luisteren die hun sporen hebben verdiend. Zowel in het denken als in het doen op die grote opdracht die in deze regio gestalte moet krijgen. Dank u wel.